een zwarte piste hierachter. Je gaat van boven naar beneden, dan ski je recht op het Landopark af. Dat is een leuke piste. Het is, het is relatief klein, dus ja, op zich is dat wel een goede keuze voor de eerste keer. Het Brandentaal is wat dat betreft iets leuker. Snellere liften, iets meer keuze in pistes. Die Beurzenberg is iets beperkter, maar je moet dan altijd naar beneden. Hoi, vandaag verkennen we een van de twee skigebieden van de Alpenregio Blue Dance. Die bestaat uit het skigebied Zonnekhof in het Kloostertal en het Bratnertal. We zijn vandaag in die laatste. Dat is bij Nederlanders vooral bekend door het Landopark wat hier onlangs is gebouwd. Het is niet geweldig weer, het sneeuwt een beetje, dus we zullen het vooral moeten gaan zoeken tussen de bomen. Dat komt goed uit, want het skigebied van Brand en Boerseberg zijn onlangs verbonden. Ruim 55 kilometer pistes, waarvan veel tussen de bomen, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Vanochtend hebben wij Brand de gondellift naar boven gepakt en we hebben dit gedeelte van het skigebied verkend, het gedeelte van Brand. En ondanks dat het weer wat minder is, het is sneeuwt en beperkt zicht, hebben we eigenlijk prima kunnen skiën. Dat komt vooral omdat het een groot gedeelte van de pistes tussen de bomen liggen. En vooral pistes voor beginners en wat gevormd kun je ook prachtig knallen op pistes hier bij deze twee stoeltjes liften. En een echte geheimtip is misschien wel deze prachtige piste door een desolaat dal. Wat we nu gaan doen is het skigebied van Boerseberg verkennen. En dat kan door een horizontale baan die twee skigebieden verkent. En hier ziet het er ook uit dat we prachtig tussen de bomen kunnen gaan skiën. Dus dat gaat ook helemaal goed komen. Nou, we hebben zojuist in een paar jaar ook het gebied van Boerseberg verkend. Het is hier wat kleiner en ook wat minder uitdagend dan het gedeelte bij Brand. Maar het is wel heerlijk tussen de bomen. Echt kleinschalig, echt pittoresk gevoel. Leuke hutjes naast de piste. We staan op dit moment op het Landopark en zoals je ziet, het is hier echt ski in, ski out. Je pakt hier de lift en je zit zo in het skigebied. Ik zou het eigenlijk echt aanbevelen aan mensen die echte beginners zijn of gemiddelde skiers. Voor die mensen is het skigebied echt perfect. Ben je echt gevorderd, dan zal je op de piste wat minder uitdaging vinden. Maar als de poeder ligt, dan is het hier denk ik ook wel echt een waar speelparadijs.